Wie heeft dit hondje gezien? Al sinds maandag is zijn baasje Peggy radeloos. Toen ze tijdens corona meer thuis kon werken, zocht ze direct een hondje. En die vond ze, Teddy. Hij is een heel lief mannetje. Hij is super blij. Heel aanhankelijk. En het is gewoon een hartstikke tof diertje. Maakt me natuurlijk heel veel zorgen. En ik wil hem heel graag terug. Op maandag 2 januari was Teddy mee met de uitlaatservice toen hij wegrende. Hij is in paniek geraakt bij de Gaasperplas. Vermoedelijk door vuurwerk. De jaarwisseling is voor veel honden en hun baasjes geen leuke tijd. Door het geknal raken veel dieren van streek. We zien het ook op de verschillende sites waar je honden als vermist kan aangeven. Dat er nu weer eigenlijk meer honden vermist raken. De vrijwilligers van Dog Search, die helpen vermiste hondjes te zoeken, hebben het rond deze tijd van het jaar dan ook erg druk. Ze stonden direct klaar om te helpen. Fantastische mensen, die stonden zelfs dezelfde avond, kwamen van heinde en verre eigenlijk posten in de buurt om mee te zoeken naar Teddy. En naast de vrijwilligers word ik ook heel erg geholpen door vrienden en mensen in de buurt. Iedereen flyert mee, we zijn in heel veel gebieden, het gebied is ook heel breed. We zoeken in Gein, Apkoude, Gaasperplasbuurt. Dat is echt hartverwarmend, dat doet mij heel veel goed dat zoveel mensen meekijken naar Teddy. Zelfs haar ex-vriend kwam in actie. Ik heb hem gevraagd, ga op Twitter kijken of je ook bekende Nederlanders wellicht kan aanschrijven. En het is ook al door heel veel personen gedeeld. Heb je gegeten? Nee, ik heb alleen maar gerookt. Ja, ik mis hem enorm. En ik maak me ook heel veel zorgen. Het is een groot gebied. Het is al dag 5. Hij is 's nachts alleen. Bang. En dat is echt verschrikkelijk. Als je Teddy ziet, roep hem niet, maar bel het nummer van Dog Search op de flyer. We hebben inmiddels ook een beloning willen we uitloven voor de gouden tip. Die leidt tot het echt vinden van Teddy. Dat is €500. Tot die tijd blijven Peggy en haar vrienden doorzoeken.